Zo, beste luisteraars, het zal dus niemand verbazen dat ik als Egyptoloog bijzonder geboeid ben in alles wat met het oude en het moderne Egypte te maken heeft. Vandaag zou ik jullie iets meer willen vertellen over de Zwitserse schilder Johann Jakob Frey. De aanleiding is dit heerlijke schilderij van hem, waarbij wij in het centrum van het landschap de ruïnes zien liggen van de tempels op het eiland van Philae. We zien er de trotse torens van de Isis-tempel en links van de pylonen heb je de zuilen van de kiosk van Trajanus. Maar wie was nu deze Johann Jakob Frey? Geboren in 1813 als zoon van Samuel Frey, ook kunstenaar, trok hij uiteindelijk in de vroege jaren 30 naar Parijs, waarin hij in het Louvre zowel Vlaamse als Hollandse landschappen ging kopiëren. In 1834 treffen we hem aan in de Beiershoofdstad in München, maar lang zal hij er niet vertoeven, want in 1836 betreedt hij een atelier in het Palazzo Venezia. En het is van hieruit, vanuit de eeuwige stad, dat hij het landschap in de buurt van Rome gaat ontdekken en natuurlijk in beeld brengen. Tientallen landschappen zal hij produceren. Maar op een bepaald ogenblik reist hij verder naar het zuiden, aangetrokken door de zogenaamde school van Posilippo, een groepje van meesters, met onder meer de Hollandse schilder Anton Schmink-Pietlo, die ervan overtuigd zijn dat niet in de studio, maar in de open lucht schilderijen moeten gemaakt worden. Pietlo is dan ook een van de eerste meesters om vedute schilderijen werkelijk in het volle zonlicht te schilderen. Uit die tijd dateert wellicht dit heerlijke landschap, met op de achtergrond, zoals je kunt zien, de vulkaan in beeld, in de buurt van Napels dus, geschilderd. In 1842, meer bepaald in Twente, reist hij samen met een bekende Zwitserse ontdekkingsreiziger, namelijk Johann Ludwig Borchardt. En mensen die ooit in Abu Simbel geweest zijn, zullen die naam van Borchardt maar heel duidelijk kennen. Hij is een bekende ontdekker geweest, heeft op verschillende plaatsen in de Nijlvallei zijn naam achtergelaten. Hij vraagt je af in hoeverre dat hij met de jonge Johann Jakob niet over zijn Egypte-ervaringen gesproken heeft. In ieder geval, in datzelfde jaar in 1842 vervoegt Johann Jakob de beroemde Pruisische expeditie onder leiding van Richard Lepsius. Karel Richard Lepsius zie je hier in beeld, op de top van de piramide van Cheops, links van de Pruisische vlag, staat hij met zijn buishoed in zijn rechterhand, terwijl dan weer een trapje lager het personage rechts in beeld met donkere mantel, eveneens met een hoed in zijn rechterhand, niemand minder dan de schilder Johann Jakob Frey zelf is. Het schilderij ontstond ter gelegenheid van de verjaardag van zijn majesteit, koning Friedrich Willem IV, op 15 oktober 1842 dus. Rechts in beeld zien we de piramide van Giffren, piramide van Mykerinos valt buiten beeld, maar verder door zien we wellicht de piramides van Dashur, terwijl links van het groepje zien we het piramideveld van Abu Sir. Bijzonder boeiend voor een Egyptoloog om de toestand op die manier te zien, anno zowat 1842. Helaas voor Johann Jakob Frey kan hij blijkbaar moeilijk het Egyptische klimaat verdragen of wat dan ook. Eens in de Fayum gekomen wordt hij ziek. En zo stellen we vast dat in 1843 via Cairo, eventueel Alexandrië zeker, Athene uiteindelijk Frey terugkeert naar Rome. In Rome dat hij zich vestigt uiteindelijk in de Via del Babuino, waar hij een belangrijk atelier zal openen. En voor de rest van zijn leven zal hij in Rome een zeer voorname positie innemen als lid van een Duitse schilderskolonie. Vandaar is dan ook een van de stichters van het Duitse Künstlerverein. Hij zal in 1854 een Italiaanse trouwen, namelijk Maria Maddalena Bartoli, een nogal rijke dame uit Velletri. Het echtpaar had drie kinderen, waarvan helaas slechts één kind, namelijk een dochter, zou blijven leven. Zij huwde uiteindelijk later de beroemde Romeinse beeldhouwer Ettore Ferrari. En zo blijft dus Frey in Rome wonen. En hij gaat dus daar heel wat landschappen maken,
lappen die verzameld zijn in allerlei privécollecties, onder meer in Engeland. Hij heeft heel vaak edelieden over de vloer, zoals de Marquis of Londonderry of de Earl Oxford. Maar de schilderijen komen ook terecht in openbare collecties, zoals de Leipzig, St. Gallen, het Victoria Albert Museum in Londen en vooral het Museum van Basel, dat dus een hele reeks van zijn schilderijen bezit. Hier zien we trouwens een beetje een fantasierijke voorstelling van Tivoli in de buurt van Rome. Soms heel specifiek, dat blijkt uit de titels, omgeving van Rome, maar heel vaak nietszeggende titels die verwijzen naar pittoreske landschappen, leuke scenische voorstellingen van de Italiaanse campagna. Soms een beetje duisterder, zoals hier in het Museum te Baan, maar meestal met nogal warme kleuren. Dat zijn aanpak voor succes zorgt, blijkt dus uit zijn koninklijke klanten. Hier heb je het schilderij van koning Friedrich Wilhelm IV, koning van Prussen, een van zijn klanten. Een andere vaste klant en bezoeker van zijn atelier was zijn majesteit koning Ludwig I van Beieren, maar ook de koning van Württemberg en, zoals ik al zei, een hele reeks van edelieden, zowel Duitse edelieden als Engelse edelieden, zeker diegenen die op de Grand Tour zijn, bezoeken het atelier van onze Vrij in Rome. En zo wordt hij relatief welstellend, niet alleen door de rijkdom van zijn echtgenoten, maar ook door de goede verkoop. Vandaar kan hij in de buurt van de eeuwige stad een wijngaard kopen, te Frascati. En het is daar eigenlijk dat hij helaas op slechts 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van tyfus zal overlijden. Hij wordt uiteindelijk bijgezet op de protestantse begraafplaats in Rome, in de buurt van waar Shelley en Keats ook werden bijgezet. En hier zie je zijn Egyptomanische tombe, zoals je merkt bovenaan, een holkeel, de Egyptische gevleugelde zonneschijf, palmetten, motief en toch wel een fraai medaillon met in profiel het gelaat, het gezicht van onze meester. Hij overleed dus in 1865. Maar de aanleiding van mijn verhaal was eigenlijk een schilderij dat verwijst naar de tempel van Isis en andere monumenten op het eiland van Philae. Vandaar volgt nu een kleine verzameling van orientalistische werken of werkjes. Soms zijn het relatief kleine schilderijen, soms zijn ze zowat een meter dertig, zowat breed of groot. Hier zie je het interieur van een moskee in Cairo. Heel mooi gestoffeerd, zoals je kunt vaststellen. Maar meestal zijn het landschappen. Zoals gezegd, het is een landschapsschilder in de buurt van Cairo gemaakt. Zoals hier bijvoorbeeld een zicht op de dode stad van Cairo. Met die typische aankleding, vrouwen zoals je kunt zien. Zoals ja, zelf tot op de dag van vandaag nog een enkele keer op het platteland kan gezien worden. Vrouwen in het zwart gekleed. Dus recipiënten, vazen allerhande op het hoofd gedragen. Of hier opnieuw in de buurt van Cairo, met op een soort van troon, achter een fonteintje, de voorstelling van Mohammed Ali, die de toenmalige heerser was van Egypte. Nog eens een boeiende voorstelling in de buurt van Cairo, boeiend omdat het een aantal monumenten ontstond, zoals die eruit zagen toen vrij Egypte bezochten in 1842-1843. De minaret links in beeld, maar vooral daarachter de grote citadel van Egypte, vooraleer uiteindelijk dan de albasten moskee van Mohammed Ali was gebouwd. De moskee, daar begon men mee te bouwen in 1844, met andere woorden, dit is een voorstelling van voor 1844. Of hier dan weer, plateau van Giza, gezien vanuit het oosten, met rechts de piramide van Cheops, nummer 2 Geferen in het midden, en natuurlijk de kleinere piramide Mykerinos, het verst van ons verwijderd. Heel boeiend om te zien hoe Giza eruit zag, zowat een beetje jaren 1842-1843. Terecht heel erg beroemd, vaak op de toonstellingen, regelmatig afgebeeld, is een schilderij dat een zandstorm voorstelt, waarbij een karavaan verrast wordt door die zandstorm. En
Ja, hij heeft misschien wel een dergelijke zandstorm meegemaakt, hè. Ik heb het zelf nog ervaren, en ik niet alleen, ook een aantal Amarantreizigers, toen wij op een bepaald ogenblik gelukkig maar in Cairo waren en een dergelijke hamasien, hè, een zandstorm, uiteindelijk in de kortst mogelijke tijd, hè, het leven in de woestijn bijna onmogelijk maakte, hè. De lucht wordt inderdaad roodbruinig, het is moeilijk ademen. De zon, wordt versluitend, net zoals je hier kunt zien, hè, op dit schilderij. Met de Sphinx van Giza. Hè. Dit is een werk dat in 2012, hè, te koop werd aangeboden. Dit is de versie die in het Museum van Basel wordt bewaard. Er is ook nog een derde voorbeeld in een privéverzameling. Werkelijk, hè, deze werken behoren tot de meest beroemde door Vrij gemaakt. Maar meestal zijn het pittoreske taferelen, zoals je hier kunt afleiden uit deze iets wat minder goede foto, een beetje uitvergroot zoals u zelf kunt merken, waardoor ik natuurlijk kan scherpte verliezen, beter. Nog maar eens een van de vele voorstellingen langs de Nijl, telkens in dat heldere licht dat we zo goed kennen in Egypte. Maar ook de zonsondergang of eventueel de zonsopgang zoals hier de Kou El Kebir, ofwel de Antinopolis, ook boeiend voor een Egyptoloog, want de ruïne die je daar ziet, is ondertussen quasi volledig verdwenen. Hier heb je nog zo'n voorbeeld, een beetje minder scherp, van diezelfde ruïne. Zelf is Vrij nooit zo ver in het zuiden van Egypte geweest en hij baseerde zich vooral op tekeningen van collega's of zelfs van David Roberts. Dat stoorde hem blijkbaar niet. Zo de tempelruïne van Karnak die je hier ziet, heeft hij zelf nooit bezocht. Toch is het schilderij min of meer topografisch en archeologisch juist. Links in beeld de poort van Ptolemeïs III Evergetes I, met daarachter de eerste pyloon en ook enige pyloon van de tempel van Khonsu. Rechts daarvan zien we de ruïnes van de Hypostyle zaal, helemaal achteraan het Sacrale Meer kunnen we amper zien. En op de voorgrond de ruïnes hoogstwaarschijnlijk van de Moed-tempel. Met nog een van de vele Sphinxen van Karnak vooraan in beeld. Trouwens, we zien ook de Sphinxenallee voor de poort van Ptolemeïs III. Toch wel een boeiende schilderij. De tempel van Horus, de Edfu, vandaag de dag wel haast volledig in de moderne stad Edfu opgenomen. Daar zie je de toestand opnieuw in de jaren 40. Pylon is wel een beetje, qua proporties niet zo heel correct te noemen, ook niet de Hypostyle zaal, maar we zullen dit maar toeschrijven aan artistieke vrijheid. En dan komen we bij het schilderij, namelijk de tempel van Isis, de kios van Trajanus, met andere woorden de ruïnes op het eiland van Philae. Het eiland zie je hier, zoals het er vroeger bij lag, vooraleer de oude dam nabij Assan werd gebouwd en later de zogenaamde Zat el Ali of de High Dam of de Hoge Dam, nog iets wat meer naar het zuiden. Met andere woorden, het is de toestand van voor het ontstaan van die verschillende stuwmeren en van voor de verplaatsing van de tempel naar het eiland van Ahilkia, waar de ruïnes zich nu sinds 1980 heropgebouwd zijn. Je ziet dus inderdaad weer die beetje te hoge pylonen, weliswaar niet zo verstoord als bij de tempel van Horus, de Edfu van daarstraks. De stoffering van het schilderijtje is nogal geslaagd, vind ik, met leuke bijpersonages. De lichtgradaties, het effect van het zonlicht op de monumenten op het eiland, maar ook op het water zijn aardig geslaagd. Rechts in beeld de dahabeah van Karl Richard Lepsius met twee vlaggen. De witte vlag is de Pruisische koninklijke vlag en in het midden de tweede vlag is de vlag van de Duitse revolutie van 1848. En daarover zo meteen iets meer, want deze vlag helpt ons het schilderij min of meer te dateren. Hier zie je de toestand zoals die zich nu aan onze ogen kan ontplooien met de Tempel van Isis rechts, de kios van Trajanus links in beeld. Maar wat ontbreekt zijn al die paraphernalia, de woningen in leem, de kapellen die ooit in leem opgetrokken waren op dit pelgrimsoord, die zijn allemaal verdwenen. En vandaar dat schilderijen zoals die van Vrij zo belangrijk zijn om die archeologische context van weleer opnieuw te reconstrueren.
Hier zie je nog eens een schilderij van Frey met ongeveer hetzelfde onderwerp. Een beetje anders van compositie. In dit geval staat de kiosk van Trajanus helemaal centraal en zie je rechts in beeld de Isis-tempel. Hier keren we terug naar het originele schilderij. Met zoals ik al een hele mooie stoffering, de dadelpalmen mooi in beeld gebracht. Hier onder de dadelpalmen, beschut van de hevige zon, een aantal Nubiërs. Twee zitten, het is een staande figuur. Links nog eens plantengroei. Met op de achtergrond het eiland. Nog eens het eiland. En men kan dus heel duidelijk de bijgebouwen zien die vandaag de dag verdwijnen. Maar zoals ik al zei, de dahabeah met de twee vlaggen is boeiend. Frey werd dus ziek in Egypte, in de Fayoum, keerde in 1843 terug, maar zou dus in het atelier zich baserend, zoals ik al zei, op tekeningen van collega's, op prenten van andere meesters zoals David Roberts, blijven Egyptomanische schilderijen produceren. Ook dit schilderij kan dus niet gemaakt zijn in 1842 of 1843, maar kan ten vroegste uit 1848 dateren. En dat heeft te maken met de vlag. De vlag die bestaat uit rood, zwart en goudgeel, is die in 1848 door de Duitse revolutie werd gecreëerd. Hier zien we trouwens een print uit die tijd, print die we niet gaan analyseren, maar links in beeld hebben we de Franse driekleur en het is deze republikeinse vlag die uiteindelijk aan de basis ligt van talrijke van onze moderne vlaggen. Uiteindelijk kozen de Duitsers voor die drie kleuren. En zo zag er dus de originele Duitse vlag eruit in 1848. Alleen stelde men vast dat die vlag wel enigszins verwarring zou kunnen, of voor verwarring zou kunnen zorgen met de Belgische vlag. Vandaar heeft men uiteindelijk geopteerd om die drie kleuren niet verticaal, zoals je hier nog kunt zien, maar wel horizontaal uiteindelijk te plaatsen. De vlag die tot op de dag van vandaag door Duitsland wordt gebruikt. Dankzij die aanwezigheid van de vlag, zoals ik al zei, kan het schilderij niet ouder zijn dan 1848. Nu, politiek gezien bevond Frey zich een beetje in een moeilijk parket. Hij had dus heel wat edelieten als klanten, zelf koningen, zoals de koning van Pruisen en de koning van Beieren. Vandaar zat hij een beetje in een moeilijk parket. Hij voelde zich niet echt thuis bij de revolutionaire enerzijds, alhoewel hij wel enige sympathie had voor de republikeinse bewegingen. Anderzijds had hij toch die beroemde koninklijke klanten. Hij was naar het schijnt verschillende keren aanwezig in het Romeinse Café Greco, waar dus de Duitsers hevige discussies hielden op het vlak van de politiek. Men vermoedt dat dat een van de redenen is waarom hij naar Andalusia, naar het zuiden van Spanje trok, om op die manier geen keuze te moeten maken. En ik keerde pas terug, mag ik het zo zeggen, als het stof gaan liggen was. Uit zijn Spaanse tijd, tussen 1848-1849, zie je hier trouwens een Andalusia's zicht. Uiteindelijk keerde onze vriend Frey terug naar Rome, waar hij, zoals ik al zei, de rest van zijn dagen zou doorbrengen. Je ziet nog eens het schilderij met die fameuze vlag. En ik eindig mijn verhaal met opnieuw het schilderij. Eigenlijk toch wel een heel mooi ding, vind ik. Ik hoop dat jullie het ook een heel mooi schilderij vinden. Misschien niet mooi, maar ik hoop dat mijn verhaal boeiend genoeg was om tot het einde aan te horen. Tot de volgende keer.